Dames en heren, kerstmis en oud en nieuw is een tijd van terugkijken. Een tijd van bezinnen, van herwaarderen, nadenken en met elkaar het feest vieren. Dat vieren doe je samen. Samen, dat lijkt de normaalste zaak, maar het is niet altijd. Vandaar dat ik u vandaag toespreek vanuit de normaalste zaak in Hattem. Een gelegenheid, een horecagelegenheid, waar mensen met een verstandelijke beperking voor u klaarstaan met een kopje koffie, een stukje taart, een kopje thee. En ik zou zeggen, kom er eens binnen, ga in gesprek en laat zien hoe Hattem ook de normaalste zaak oppakt en met elkaar het kerstfeest en oud en nieuw gaat vieren. Samen dingen doen betekent je verdiepen in elkaar. Betekent elkaar begrijpen. En je kunt niet begrip verwachten als je zelf niet begrijpt wat de ander beweegt. Dat betekent respect. Dat houdt respect in. Luister naar elkaar, overwegen en kijken wat je vaak kunt leren. En hoe je met elkaar samen er iets van kunt maken. Soms lijkt het alsof in de samenleving van nu de bereidheid tot luisteren ontbreekt. En het gevoel bestaat naarmate je je standpunt stelliger inneemt en dat harder verkondigt en luider verkondigt, je meer je eigen gelijk beklemtoont. Wat mij betreft niet de goede weg om verder te gaan met elkaar. In mijn werkkamer op het stadhuis, achter mijn bureau, staat een heel mooi plaatje van Hattem. Met erin een damescomité opgericht om de bevrijding van de Fransen te herdenken. Wat eigenlijk veel aardiger is nog, is de achterkant van het prentje. En daarin staat een in memoriam ter gelegenheid van de begrafenis van David Kortisos, de Hattemse slager die zo lang gemeenteraadslid is geweest. Hij was ook 45 jaar rabbi voor de Joodse gemeenschap in Hattem. En wethouder Rozenboom, toen loco-burgemeester, die schetste de overledene als een goed mens van de samenleving en als een oprecht mens. Een mens die vreesde andersdenkende te kwetsen. En dit teruglezende vind ik dat die boodschap van toen, al zoveel jaar geleden, eigenlijk nog niets aan actualiteit heeft ingeboet. We staan op de grens van kerstmis, van oud en nieuw. Ik roep u op om eens om te zien naar die ander, te luisteren naar die ander en met elkaar het kerstfeest in te gaan. Vier op een mooie manier ook het afscheid van het oude jaar. Neem u het goede voor en wees voorzichtig met vuurwerk uiteraard, want vier op zo'n manier oud en nieuw dat u op nieuwjaarsdag er geen spijt van hebt.